dat in de achtervolging zit op een renner die alleen voorop rijdt. En dat is Pibollet, terwijl we hier de technische gegevens krijgen van die muur. Lengte dus 800 meter, 16% stijgingsgemiddelde. Sterkste stijgingsprocent 22, dat is ongeveer halfweg de beklimming. Daar ligt Hoei. Wat het wedstrijdverslag betreft kunnen wij kort zijn. Eén man, Pibollet, was al vroeg ontsnapt en nam tot 13 minuten voorsprong. Maar hier zien wij dus nu dat de peloton na 143 kilometer in de achtervolging op Pibollet, die hier 6 minuten geleden voorbij is gekomen en is begonnen aan die beklimming van de muur van Hoei. We hebben daaronder meer Phil Anderson in de eerste gelederen gezien. Hier komt nu Leclerc uit de Toshiba-ploeg, de ex-kampioen van Frankrijk, aan de leiding door. Daar zijn we in de buurt van dat erg steile stuk, terwijl Frits Pirard daar dwars over de weg gaat rijden en ten val komt. Die plankaart kan hem net ontwijken, alle andere renners ook. Dat is het verschil met de Koppenberg. Hier is ruimte genoeg om een gevallen renner te ontwijken. Pirard staat dus te voet. En hier zitten we vooraan in de klim met Gert-Jan Teunissen, de Nederlander, voor Phil Anderson. Rechts daar van de Z-ploeg Ronan Pinsec. Dus Teunissen met Leclerc, Phil Anderson. Criquillon daar ook rechts te zien. Erg soepel draaiend. Gert-Jan Teunissen van de PDM-ploeg in eerste positie voor Phil Anderson, die zijn kopmanschap nu zal moeten waarmaken. Dan Leclerc in derde positie. Vervolgens Maassen, de Nederlander. Ginder Criquillon die naar voren schiet. Dag Erik Pedersen, Pinsec, Argentin, Kelly, Vider, Voyer ook. En een langgerekt peloton. Dat zijn dan de minder goede klimmers met Yvonne Madiot onder meer. Met Kim Andersen ook. Joop Soetemelk daar in de groene trui centraal nog. Johan Bruneel rechts. We zien ook Jan Wijnands. De niet-klimmers. Voor hen is het afzien hier. Zelfs al bij die eerste doortocht. Daar komen er straks nog twee. We zien daar in de gele trui ook Ronan Ongena. Een ploegmaat van Sean Kelly. Het is werkelijk happen naar adem. Op die muur van Hoei. Die alweer de beslissing zal brengen. Voorlopig blijven wij het dus doen met deze helikopterbeelden. Erik van der Aarde, de leider in de superprestige, is er vandaag niet bij, dat is bekend. Ook Adrie van der Poel is niet gestart. Vijf renners voorop. En twee die er naartoe rijden. En dan nog één. Wij zijn hier dus bij nummer 50, Paul Watson. Dat is Yvonne Madiot, de kampioen van Frankrijk. Boyer ook. Hier met het nummer 4. Dus Eric Boyer, dan Watson met het nummer 50. Dus we hebben er al drie gezien, behalve deze Engelsman Watson, ook Eric Boyer hier, een ploegmaat van Laurent Fignon, net als de Franse kampioen hier Yvonne Madiot. Dat zijn er dus drie die voorop rijden. En we zijn bij de bevoorrading en ik krijg er ook nog eens die drie namen. U ziet de verzorger staan met de etenszakjes. In afwachting van de tweede beklimming van de muur van Hoei. Dus twee Fransen en een Brit voorop. Met een voorsprong van, zo wordt hier meegedeeld, ongeveer een halve minuut op het peloton. Nog 58 kilometer te rijden. Ter hoogte van die bevoorradingspost. En alleszins een interessant offensief. Interessant vooral voor Laurent Fignon, die dus twee ploegmaats voorop heeft gestuurd. De goedrijdende Eric Boyer, die daarnet al aandachtig voorin zat bij die eerste beklimming van de muur van Hoei.
Boyer is toen in ongeveer 10e positie doorgekomen. In het peloton in het spoor van Teunissen, Criquelion, Andersen, Argentin, Leclerc. Dag Erik Pedersen, Luc Rozen ook. Van wie veel verwacht wordt vandaag. Sean Kelly, Steven Roach. Ook al een mogelijk kandidaat voor de overwinning. En hier zijn de drie. En we zijn al in de straten van Hoei. ...35 seconden voorsprong. Daar vergewist Watson zich omkijkend van. En het zijn natuurlijk de twee Franse ploegmaats die het werk doen. Watson maakt deel uit van de Engelse ploeg ANC van sportdirecteur Paul Griffiths. Yvon Madiot hebben wij ook in de Vlaamse klassiekers gezien. Is blijkbaar ook een allrounder. Watson minder bekend. En nu ligt de ketting vooraan nog op het grote tandwiel. Straks bij de beklimming wordt dat natuurlijk een minimale versnelling. Voor de meesten zal dat zo'n 42-23 zijn en ze beginnen er al te schakelen. Boyer doet dat. Nu even aan danseuse, de spieren nog wat losgooien. En dit is al klimmen. ...800 meter klimmen. De aankomst ligt op 54 kilometer. Stijgingsgemiddelde, wij herhalen het 16%. Maar halfweg deze muur, na zo'n 450 à 500 meter, misschien even voorbij halfweg, een erg steile knik. Met een stijgingsgemiddelde van 22%. En Watson, die even de kat uit de boom heeft gekeken daarnet, neemt nu het initiatief. Boyer blijft in het eigen ritme klimmen en dat ritme ligt dan blijkbaar niet hoog genoeg om Watson en Yvon Madiot te vergezellen. De krachtsverschillen komen hier perfect tot uiting. En dat is toch wel een verrassing, die Watson, die hier een nummertje gaat maken op de muur. En één keer die muur beklimmen, dat gaat nog. Twee keer is al zwaarder, maar een derde keer is er voor velen echt te veel aan. Paul Watson heeft blijkbaar klimmerskwaliteiten. En daar wordt het nu erg steil, maar hier